Ik weet niet, hoeveel zijn het er? Dit vijf. Oké, jongens. Zullen we eerst een introotje doen of gaan we geen intro gooien? Oké. Wat hebben we hier? We hebben hier knalharten. Ik vind het een tricky idee. Ja, het idee is heel erg tricky. Letterlijk en figuurlijk. We hebben heel wat overige knalharten gekregen. En wat moeten we ermee? Ja, het is niet echt leuk om de hele dag met knalharten staan te gooien. Dat is niet echt spannend. Dus we gaan kijken hoeveel we er hebben. En dan willen we er eigenlijk één knalhart van maken. Dit zijn de tricky knalharten van Broekhoff. Maar dit is van Spooky, dat is dus Leslie altijd. Leslie vuurwerk. En er zitten eigenlijk twee volle pakken van deze. En in zo'n pak zit er, staat dat erop. Dat staat er niet op. Mooi gegooid ook 15 wel. Van 1, 2, 3, 4, 5. 15 keer? 5 lagen. En 1 laag is 15 pakjes. En er zitten 150 in één zo'n ding. Ja, dat zijn er. Dus dat is 30 keer 150 of hoeveel? Weet ik veel. Zijn hier wel heel veel. Jezus, en dan hebben we deze nog. We moeten ze allemaal gaan uitpakken. We gaan eerst alle knalhart uitpakken op de tafel leggen. En dan gaan we kijken hoeveel we er hebben. Dus ja, we kunnen ervoor gaan zitten. Ja. En trouwens, ik zie mensen onder die dozen kijken. Ik zie het gewoon door de lens heen. Ja. Yeah. Er staan hier dozen, ja. Maar er zit geen vuurwerk in, voor de politie hoeft niet bang te zijn. Er worden hier shows geschoten. En deze doos zit er dus vol. En ook vol met ontstekers. Allemaal ontstekers. Dus je kan het doorheen zien. Dat is allemaal afgegaan ontstekers van shows zoals andere de Zena Trophy, demo-shows. Ja, je paard neemt altijd alles mee, hè? Ja, van alles nog wat. En het zit vol met koper dus. En het is allemaal vuil koper dit. Maar dat levert toch weer geld op. 21 kilo. Hoeveel? 21 kilo. 1,20 euro. Per kilo. Per kilo. Nou, dat zijn nogal kilo's. Dus het is geen vuurwerk, helaas niet. Het zijn koperdraden. Wij gaan ze allemaal even uitpakken. Ik zal jullie wat shots laten zien. Ja. Gaan we alle knalhart op tafel leggen. En de papierafval zullen we dan deze dingen doen. Die kunnen we opzoeken of doen. Ja. Gaat lekker, hè? Gaat best snel. Gaat hard. Ja, we hadden hoeveel hadden we breken totaal aan knalherten? 10.000, hè? 10.000 komen er totaal. Het zijn mooi gekleurd, dus daar ben ik wel heel blij om. Kijk, de 7 is mooi. De 7 het zaagsel eruit. En dan doe papier hier scheiden. Papier zeker in de fik. En plastic is ander afval. Doe je afval goed scheiden. Wij scheiden ons afval ook. Papier mag gewoon verbrand en natuur en weet ik het, dat verdwijnt wel. Plastic niet. Nou, we moeten nog heel veel pakjes deze. En we denken dat we hier gewoon één knalhart van maken dan, één hele grote. En dan met die gaan we nog iets anders doen, maar dat laten jullie dan zo meteen wel zien, toch? Ja. Precies. Toch? Ja, hè? Ja, man. Ja, ja, laten we verder gaan. Joey Bravo. En zo naar Joey Bravo. De gyros, Peter. Nee, je verkoopt je kont voor geld. Leuk. Let go. Wat gaan we doen? Ik heb hier een tas. En het is nog niet zo'n dikke tas. Dunne tas. En dit zijn ze allemaal. Dit zijn er ongeveer 8000. Ja, 8000 zoiets. Het zijn alle lekkere plastic. Een doorzichtige tas. Alle kartonnetjes. En we gaan ze allemaal in doorzichtige tas doen. En dan hebben we er één. En ik weet niet of het werkt. Dat brouw. We gaan gewoon hoge hoogte zoeken. En dan gaan we vanaf gooien keihard en kijken of het één harde knal geeft. Dan moeten we zien. En we hebben ze gewoon gekregen. Dus daarom... Leuk om het keer te proberen. En met die gaan we dan gewoon allemaal losgooien, denk ik. Gewoon los doen. Gewoon de handen los en dan beneden gooien. Ja, maar okay. Voorzichtig in een tas. Kijk, zal ik even laten zien dat ze doen het? Zullen we een rooie of zo afgooien? Dan gewoon een rooie tegen de muur aan of zo. Ah, die doet het. Ah, dummies. Pak maar een witte dan. Een witte. Die doen het altijd. Een witte doet het altijd goed. Okay. Ja, nou ja. Het gaat niet hard. Het gaat niet hard, maar ja. Het gebeurt. En je kan ze ook altijd zo afgaan. Ik voel altijd. Lachen, man. Schoot er tegen op. Maar we gaan niet... Het blijft leuk om ze af te laten gaan. Ik ga ze even hierin doen. En wanneer ik dat gedaan heb... Oh, is de knal er weer in? Ja, dan zien we het zo meteen wel weer, hè? Dan zien we dat wel weer. We hebben hier dus onze
Mega knooit, ga niet hard mee gooien. Nou, ik val flink. Oem! Flink knooit, dus niet. Ik ben heel benieuwd wat ermee gaat gebeuren. Ja. Het kan één harde knal worden of gewoon brrp en ik hoop heel direct tegenvallen. Zal niet. We moeten gewoon een hoge locatie laten vallen. Dus we gaan ongeveer naar meter of 7, 8 gokken. Ja. Het kostbaan, denk ik. Nou, hebben we hier ook nog wel. We hebben hier nog ongeveer 3000 gewone knalwerten. Dus ja. En die gaan we gewoon smijten om één regen 7 van knalwerten te krijgen. Dat is sowieso vet. Als backup als dit niet werkt. Ik ben benieuwd naar deze wel, hoe en wat. En ja, ik gewoon zo doen. Boom. Nou, we gaan het wel zien, hè? Dan gaan we naar beneden en dan zien we wat er gebeurt. En dan zijn we in één keer op locatie. Waarom moet het nou fout gaan? Deze doet het. Oké, die doet het hem. Ik ga hem hard gooien. Ja, we staan op locatie hoog. Er is wel veel wind. Ja. En het is koud. Dat is het. Best wel koud, min 1. We gaan deze zak dus gewoon zo daarop laten vallen. Ja, ik weet niet of er met de wind dat je precies kan laten vallen daarop. Dat is moeilijk. Ik weet het of je moet een slingerworp daarin maken. Maar dan krijg je nooit opgegooid op die dingen niet. Ja, maar gewoon daar of tegen zou je zeggen. Ik denk dat dat wel een trap. Of we een paar los kunnen gooien, gewoon een handje. Dan ga ik eerst doen. Nou, misschien is het een hele andere kant. Dus je moet je iets verder tegen de wind ingooien. Laten we kijken of ik gewoon daarin kan gooien wat gebeurt. Er gebeurt er me niks mee. Kansloos. Dit gaan we dus gewoon ergens anders opgooien. Zou ik misschien op de bestrating of zo eigenlijk. Ja. Daarop gestaan of zo. Ja, moet kijken. Maar deze zal die wegwaaien? Ik denk het haast niet. Maar als deze misgooit, dat is wel kloot natuurlijk. Dat is de grote knalwerd. Dat is best wel een flinke zak vol met dingen, ja. Hebben we hier iets anders makkelijks om het op te gooien? Ja, voor de rest hebben we denk ik niks hier rondomheen. Ook niet. Daar niet. En daar ook niet. Nee. Dan komt hij op de trap. Ja. Dan gaan we op de trap gooien. Ga jij naar beneden lopen dat ik hem laat vallen? Ik ga naar beneden, dan gaan we zo zien. Zie je het shotbaar. Nou, we besloten toch van bovenaf te doen. Ja, er is nergens een leuk beeld om te filmen, want het is heel lastig. Het is echt moeilijk. Het is donker beeld. Je moet het vanaf boven doen, dus het is al. Maar oké, gaan we het gewoon doen? Ja. We zijn toch weer nog weer? Zo'n 7, 8000. 7, 8000. Ik ga hem gewoon hier zo laten vallen. En ja, heb je een beetje weinig wind erin? Kun je blokken? Ja, dat kan wel zo. Zullen we het doen? Kijken. Gaan we aftellen? Ja, laat me vallen zo. Ik hoop echt precies de trap valt, dan is er echt probleem. Ja. Naar rechts doe ik hem. Nou, succes. Gooi maar. 3, 2, 1. Ah, kut! Oh, dat viel echt. Daar ligt niet te chillen. Je hoorde ook. Ja, maar niet veel. Ja, dat hadden we kunnen verwachten, maar wat is er afgegaan en wat niet? Hij stelt er helemaal niks voor. Hier ligt hij heel te chillen. Hij viel wel mooi, maar ja. Hij is wel allemaal zwart en zo. Heel zak zo zwart, man. Ga hem even vallen. Ik zal hem even hard laten vallen. Hier zet de vijf op hier staan. Kom maar. Ja. Ja, nou gebeurt het meest. Hoor dit. Maar dit is wel grappig. Nou, het viel toch helemaal tegen weer. Lekker wenden. Gelukkig was het gratis project. Ja. We zullen het ook proberen. Kijk, we willen het allemaal afgaan. Ja. Het is zonde als u het niet afgaat. Zeg. Dat even tegen. Ja. Het is wel grappig. Kijk, allemaal steentjes. Steentje, allemaal steentjes. Allemaal door grind, jongen. Neem die andere maar mee en dan gooi je hem ergens op de bestrating ergens zo. Daar op de bestrating of zo. En dan gooien we even deze allemaal in één keer de lucht in. Gooi het allemaal. Dat is wel sowieso nog leuk. Dan gaan we proberen en dan gaan we kijken wat dat wordt. Die opruim hier, want die glijdt zo over uit. Ja. Ja. Yes. Zal ik hem daarin gooien? Of in omhoog? Ik denk omhoog tegen het plafond. Ik denk dat het zo zwaai wordt voor daarin. Deze ja, dan deze gooi je hem gewoon daarin. Ja. Doe maar verwacht. Of altijd komen de mensen aan als wij ze doen. Er zijn wel veel stiekem nog wel, hè? Er zijn er wel veel. Handje vol. Nee! Nou, gooi maar gewoon, denk ik, want hun gaan tot de brug op. Ja? Oké. Okay. Ja. 3, 2, 1. Oh, dat was wel vet. Oh, dat was wel heel vet. Wat een zooi. Ik kan het afgaan. Nee. Het beest is wel afgegaan.
Dat is nog wel leuk. Dat was ja. Nog wel leuk. Dat was nog wel een leuke afsluiting. Ja, over dingen. Bedankt voor het kijken naar de video. We zien jullie later. Later.